Mia, ik heb mijn eigen pizzeria opgestart in Minecraft. Oké, laat ik maar normaal praten. Oh, de allereerste klant komt binnen. Hallo, Olivier. Mag ik een pizza margarita? Een pizza margarita? Ja hoor. Oh, alleen weet ik niet zo goed hoe ik een pizza moet bakken. Hoe moet ik dit doen? Dit kan ik helemaal niet lezen. Oké, hier moet ik eerst wat deeg pakken. Dan ga ik het deeg natuurlijk even pletten tot de pizza. Dan pak ik wat tomatensaus. Tomatensaus erop. Natuurlijk ook wat kaas erop. En dan pak ik de pizzaplank. Zo. En dan pak ik de pizza. Oh, dit is perfect. En dan de oven in. En dan is de pizza klaar. Ik moet het natuurlijk wel eerst nog even eruit halen. Hoppakee. In de doos stoppen. En de doos geven aan de klant. Alsjeblieft. Haha, nu heb ik heel veel geld verdiend. Mag ik een pizza, Margarita? Natuurlijk. Oké, hoe deed ik het ook weer? Ik pakte wat deeg. Zo. Dan dat deeg daarop. En dan de saus erop. En dan weer wat kaas erop. Dan pakten we de plank erbij. In de oven. Meneer, uw pizza komt eraan, oké? Komt helemaal goed. Oh, ik moet de pizza niet laten verbranden. Nee. Pizza in de doos. En dan pakken we de doos. En zo. Dit is perfect. En op deze manier kan ik superveel geld verdienen. En de beste pizzeria van de hele stad worden. Er is namelijk nog een andere pizzeria in deze stad. En hij zegt dat hij de beste is. Maar dat is absoluut niet zo. Mag ik een pizza margarita? Ja hoor, dat kost dan 10 euro. Ik geef je 5 euro. Oké, 5 euro is goed. Pak je weer wat deeg? Kan ik niet dat deeg op je hoofd gooien? dat is misschien wel een beetje raar om te doen. Ik raak afgeleid. Ik moet keihard werken. Oh, ik wil de beste pizzeria worden. Dus zo, wat kaas erop. Plank pakken. En de pizza weer in de oven. En kan ik een muziekje aanzetten? Oh, wat een gezellig muziekje. Even dansen. Ja, la 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 la. Oh, de pizza brandt aan. Oké, ik moet wel opletten. De pizza mag natuurlijk niet aanbranden. Alsjeblieft. 4 euro gekregen. Hij was 10 euro. Kom eens terug. Oh, weet je wat? Laat me zitten. Ik moet namelijk zo snel mogelijk alle pizza's maken. Oh, dit is met extra veel kaas, heb ik erop gedaan. Ik moet zo snel mogelijk de pizza's maken. Want hoe sneller ik de pizza's maak, hoe meer geld ik kan verdienen. En hoe eerder ik de concurrent kan verslaan. De pizza is klaar in de doos. En weer geven aan deze mevrouw. Laat me raden, jij wil ook een pizza margarita? Ja, heel graag. Wat nou als ik alleen kaas op de pizza... Oh nee, ik moet per se eerst saus erop doen. Ik doe gewoon extra veel saus. En dan doe ik extra veel pizza. Kan ik niet meerdere pizza's tegelijk maken? Want waarschijnlijk wil die andere meneer ook weer een pizza margarita. Ik vraag me af of ik ook nog andere pizza's moet gaan maken. En wat als ik hem er te vroeg uithaal? Ik kan hem niet te vroeg eruit halen. Wat nou als ik de pizza laat verbranden? Wat gebeurt er dan? Ik ben trouwens wel benieuwd. Ik heb een verbrande pizza. Oké, en die moet ik weggooien in de prullenbak. Dat was echt heel erg zonde. Waar blijft mijn pizza? Ja, meneer. Sorry, uw pizza komt eraan. Anders ga ik een slechte review achterlaten. Nee, wil je dat alsjeblieft niet doen? Want dan gaat de concurrent meer pizza's verkopen. Ik ben ook veel te veel aan het praten. Misschien is het slim dat ik even weer de pizza in de oven doe. Zo. En terwijl die in de oven is, kan ik misschien nog tegelijkertijd een pizza maken. Dit werkt niet. En nu is de pizza bijna verbrand. Oh, dit gaat echt helemaal fout. Ik heb weer een verbrande pizza. Oh, nu moet ik weer een nieuwe pizza gaan maken. Zo, weet je wat ik doe? Met extra veel kaas krijg ik hopelijk een goede review. En dit keer moet ik de pizza niet laten verbranden. Zo. Alsjeblieft de pizza... Wacht, eerst even in de doos stoppen. Waar is die meneer die deed die pizza? Wou, is hij nou gewoon weggegaan? Nou, mevrouw, daar heb ik voor jou een pizza. Gelukkig ben jij wel blij. Het is tijd voor mijn laatste klant. Alle klanten zijn weg uit de winkel. Oké, meneer. Ik heb voor u nog een pizza. Alsjeblieft. Oh, ik ben eindelijk even klaar met werken. Ik ben zo moe. Het kost zoveel tijd. En wat hebben we hier? We kunnen hier wat upgraden. We kunnen of paddenstoelen op de pizza doen, olijven of Bianca. Ik weet niet wie Bianca is. Doe mij maar olijven. En dat betekent dat ik een nieuw geheim recept heb unlocked. En het is tijd voor dag 2. Inmiddels heb ik al 10 pizza's geserveerd. Mijn score is 35. En de tevredenheid 3 sterren van de 5. Waarom niet 5 sterren van de 5? Daar snap ik helemaal niks van. Waarschijnlijk komt dat door die verbrande pizza's. Oké. Ik moet weer pizza's pakken. Ik moet een betere review krijgen dan mijn concurrenten. Dus, we zijn geopend. Kom maar binnen. Het hele restaurant is leeg. Waarschijnlijk is iedereen nu pizza's aan het eten bij de concurrent. Dit meen je niet. Oh,
Ik neem het terug, er komt een klant binnen. Hallo Abby. Mag ik voor jou pizza margarita? Waarom wil iedereen alleen maar pizza margarita? Ik heb ook olijf voor, als je dat wil. Maar nou, is goed, ik maak wel een pizza margarita. Echt een hele saaie pizza. Zo, een beetje extra veel kaas erop. Misschien als ik gewoon iedereen extra veel kaas geef, krijg ik hele goede reviews. En dan komen al die mensen gewoon bij mij pizza's eten. Dat is de beste manier hoe ik het kan doen. Alsjeblieft, u heeft weer een pizza. Hallo Nicky. Olijven. Olijven vind ik echt vies. Snap ik echt niks van. Hoe werkt dit? Dan doe ik wat kaas erop en dan hier wat olijven erop. En hoeveel olijven wilt u? U wilt extra veel olijven. Kijk, ik hoop dat dit genoeg is. Een pizza met extra olijven komt eraan en... Oh, het begint echt heel erg druk te worden. Ik kom eraan hoor. Ik ben even druk. Oh, de pizza verbrandt bijna. Dat is niet de bedoeling. Alsjeblieft, een pizza met olijven. Ik kreeg maar 3 euro, mevrouw. Mickey, deze pizza kostte 7,50 euro. Oh, laat maar zitten. Weet je wat? Vanaf nu betaalt iedereen in deze pizzeria wat ze zelf willen. Als het maar meer dan 1 euro is, anders verdien ik helemaal geen geld. En hoeveel olijven wil jij erop hebben? Zoveel? Nee, iets meer olijven. Kijk, dit is perfect. Als ik gewoon precies luister naar de klant, ben ik heel benieuwd hoeveel sterren ik straks heb. En dan gaan we de pizzeria aan de overkant 100% zeker verslaan. Oh, ik verbrand bijna weer een pizza. In de pizzadoos. Alsjeblieft, de pizzariessie. Mag ik een pizza met 9 olijven? 9 olijven? Dat is wel heel specifiek, maar komt voor elkaar. Oh. Het zou dus echt perfect zijn als ik iemand kan inhuren die voor mij gewoon alle pizza's gaat bakken. Zo, ik kan trouwens hier op een bordje zien welke pizza hierna nodig is. Kan ik al wat deeg plaatsen? Nee, dat kan niet. Ik moet het pizza voor pizza doen. Ik moet natuurlijk wel eerst een pizzabord pakken. Ik heb een verbrande pizza. Dit meen je niet. Oh, die moet ik nu weggooien. Waar blijft mijn pizza? Ja, de pizza komt eraan. Hij was verbrand. Ik was even niet meer aan het opletten. Zo, pizzabord erbij pakken. Zo, en kan ik dan nu weer wat deeg erop leggen. Waarom werkt dat niet? Dan moet ik weer eerst een pizzabord pakken. Zo, in de doos stoppen. Kijk eens, hier heeft u een pizza. Eén ding weet ik wel zeker. Nu ik olijven verkoop op mijn pizza, merk ik nu al dat ik veel meer klanten krijg dan normaal. En hoeveel olijven wil jij er eigenlijk op hebben? Jij wil 1, 2, zoveel olijven. Oké, ik denk dat dit wel genoeg olijven zijn. Als ik nu geen 5 sterren review krijg, dan weet ik het ook niet meer hoor. Ik heb namelijk maar 1 pizza laten aanbranden vandaag. Oeh, dit waren er trouwens bijna 2. Zo, ik hoop dat u van extra knappere goud, alsjeblieft. 4 euro gekregen. Mag ik een pizza met heel weinig olijven? Een pizza met heel weinig olijven. Oké, dan doe ik wel extra veel saus erop. Anders krijg ik waarschijnlijk weer een slechte review. En 1 olijf erop. Zo, dit is perfect. Zo, pizza is klaar. In de doos, alsjeblieft. Mag ik dezelfde pizza als die meneer voor jou? Ja, natuurlijk mag dat. De pizza komt eraan, dus ook weer met extra veel kaas. Heel weinig olijven weer erop op deze manier. En in de oven. Alsjeblieft, een pizza. En dan zit de werkdag er alweer op. Ik ben zo moe. En ik heb nog steeds 3 sterren van de 5. Dit meen je niet. Maar oh, ik kan nu wel een pizza pepperoni krijgen. Dit is perfect. En het is tijd voor de volgende dag. Kijk, ik heb hier gewoon pepperoni. Nu weet ik zeker dat ik 100 miljoen klanten... Of nee, niet 100 miljoen klanten, dat is wel heel veel. Maar 100 klanten op een dag ga krijgen. Zodat ik Bob's pizza's aan de overkant ga verslaan. Hallo Ronnie. Mag ik een pizza margarita? Wil je niet een pizza met pepperoni? Ik zei toch margarita, anders ga ik naar Bob. Nee, niet naar Bob gaan. Bob is mijn grootste concurrent. Alles komt voor elkaar. Weet je wat? Ik doe er zelfs extra kaas voor u op. Komt helemaal goed. Zo, in de oven. En alstublieft, uw pizza. Mag ik ook een pizza margarita? Waarom wil iedereen nu opeens pizza's margarita? Ik heb super veel hard gewerkt, zodat ik eindelijk pepperoni... Wat zou er trouwens gebeuren als ik er wel pepperoni op doe? Weet je wat? Ik vind gewoon dat die meneer het moet proeven. Ik weet zeker, als ik hem een pizza pepperoni geef, dat hij nooit meer wat anders wilt. Dit is perfect. En dan krijg ik 5 sterren reviews. Kijk eens, alsjeblieft. Hij was niet heel tevreden. Waarom wil niemand een pizza met pepperoni? Daar snap ik dus echt helemaal niks van. Misschien moet ik maar gewoon luisteren naar de klant en gewoon een pizza margarita maken. Komt voor de bakker. Alsjeblieft. Kijk, die is tenminste wel blij. En nog steeds een pizza margarita. Oh. Ik heb helemaal geen zin meer om pizza margarita's te maken. Hallo Marley. Ik hoop maar voor jou dat jij een pizza met pepperoni wilt hoor. Anders weet ik het ook niet meer. Zo, wat mag het zijn, meneer? Mag ik ook een margarita, alsjeblieft? Oh, niet.
Niemand wil een pizza met pepperoni. Poeperi papperi, een pizza macaroni. Of macaroni bedoel ik niet. Een pizza pepperoni is veel lekkerder dan een pizza met alleen maar kaas. Laat even in de reacties weten, wat is jullie favoriete pizza? Mijn favoriete pizza is een pizza met shawarma. Dat is zo lekker, maar wel heel ongezond. Oké, de pizza is klaar. Pizza de poeperi papperi, pizza margherita papperi. Ja, jij wil een pizza met... dit is wel een moeilijke pizza. Een pizza? Show me dit. En dan doe ik saus erop. Kaas. En hij wil pepperoni. En hij wil olijven erop. Gadverdamme, wie doet er nou pepperoni en olijven alles samen? Dat is echt heel erg vies. Alsjeblieft. Laat maar raden. Jij wil ook weer zo'n vieze pizza. Gadverdamme, deze persoon wil ook weer een vieze pizza. Het zweet staat op mijn voorhoofd van al dat harde werken. Wat kaas erop. Pepperoni erop. Weer vieze olijven erop. De pizza brandt trouwens bijna aan. Zo, in de doos. Hij is weer lekker krapperig vandaag. Je betaalt maar €3. Terwijl ik heb zoveel ingrediënten erop gegooid. En jij wil weer een pizza margherita. Dit zijn de laatste twee klanten van de dag, hoor. Ik ben er helemaal klaar mee. Als ik straks geen 5 sterren reviews heb, dan geef ik het op. En dan ga ik nooit de beste poeperi-paperi pizzeria van de wereld krijgen, denk ik. Zo, de pizza is klaar. Alsjeblieft. En wil jij dan een pizza met alleen pepperoni? Of wil je ook allemaal... jij wil ook een pizza margherita. Nou, één ding weet ik wel. De pizza margherita's zijn bij mij echt de allerpopulairste pizza's die er zijn. In de oven ermee. Alsjeblieft, meneer, uw pizza. En dan zit de werkdag er weer op. Ik heb in totaal 26 klanten geserveerd. En ik heb nog steeds 3 sterren van de 5. En ik kan ham unlocken, pepers en Bianca. Ik weet niet wie Bianca is. Weet je wat? Ik ben er helemaal klaar mee. Ik geef het op. Ik vind het toch niet leuk om pizza's te bakken. Ik wil liever pizza's eten.